Hans van der Hoop, trainer van Weijen 92. Je speelt vanmiddag 4-4 tegen Kolmschaten. Wat is jouw reactie na deze uitslag? Ja, met name teleurstelling als je naar het scoreverloop kijkt. We komen op 1-0 voor. En spelen op dat moment vind ik uitstekend. En dan moet je naar 2-3-0 uitlopen. Dat lukt je niet. En dan vanuit de eerste kans maakt gaat de 1-1. Dus de ruststand. Maar goed, nog niks aan de hand. En zo pakten we het ook op. Komen vrij snel op 2-1. Ja, je komt op 3-1 voor. Nou, niet dat het dan gelopen is. Maar dan moet je toch rust geven. Maar dat zie je direct na de 3-1 wordt het 3-2. Nou, dan wordt het ook nog 3-3. Ja, goed. De verdiensten ook van Kolmschaten natuurlijk. Nou, met een gelukje een poedel van een keeper. Kom je op 4-3 voor. Ja, en dan moet het dicht zijn. En als je dan opnieuw uit de standaard situatie bij door hun beste kopper de 4-4 maakt, dan is de teleurstelling terecht, denk ik, op dit moment. En, maar goed, net wat die al was, ja, voor een neutrale toeschouwer natuurlijk fantastische dingen. Wij moeten ontevreden zijn met dit scoreverloop en de goals die we tegenkrijgen. Aan de andere kant komt het natuurlijk tekort als je het alleen maar over je eigen mindere punten vandaag hebt. Ja. Kolmschaten speelde heel erg vanuit de lange bal op de spits Janno van het Hof. Ja. Is dat ook een speelwijze die jullie niet zo goed ligt? Ja, nee, goed. Dat weet ik niet. Je weet dat hun zo spelen. Je weet de kwaliteiten van Jarmo op dat moment. En daar gingen we op zich best aardig mee om. Alleen dan in de omschakeling, wat we wel de tweede helft deden, krijg je zoveel ruimtes. En dan moet je blijven voetballen. En Jarmo speelde een uitstekende wedstrijd, maar daar ben ik van hem gewend. Maar wat je veel meer doet, is dat je je in de war laat brengen door veranderingen. Mensen die mee naar voren gaan bij corner situaties. Dat je dan niet de rust bewaart om dat goed te verdedigen. En we krijgen nooit, hadden van tevoren goals tegen uit standaard situaties. Nooit uit corners en nu zijn het er 3 van de 4. Nou ja, goed, dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. En niet meer en niet minder. Nee. Vlak voor tijd wordt het 3-3 door Kolmschaten. En toen maakte de keeper van Kolmschaten een enorme blunder door een bal van zijn voet af te laten stuiteren. Ik vond dat hij sowieso veel met zijn voeten deed. Ik dacht eerst van, nou, zou het geen veldspeler zijn? Dat leek mij ook niet hoor. Maar dan lijkt het Hosanna en dan gaat het helaas nog een keertje mis. Ja, zelfs als je op de bank, als je dan op die manier toch nog 4-3 in blessuretijd maakt, dan ga je er ook vanuit dat het over is. En dat je dat kunt oppakken en dan weet je dat nog 2 keer de lange bal zullen komen. En er leek ook niks meer aan de hand. Ja, dan geef je heel knullig, vind ik, een corner weg. Ja, de afloop is bekend. En dat is zonde vandaag. Ik vind dat je jezelf tekort doet door je had meer vanuit je kansen moeten doen. En je mag die goals niet zoveel uit standaard situaties tegenkrijgen. Aan de andere kant blijven zeggen, het is ook een kwaliteit van Kolmschaten die we wisten en waar we slecht mee om zijn gegaan. Ja. Toch loop je gewoon een punt uit, nog op de concurrentie. Hè? Dus, want je stond 6 punten voor, daar komt 1 bij, nu met een gelijk aantal wedstrijden. Alleen Turkse Kracht staat nog een aantal wedstrijden achter, dacht ik. Dat is niet helemaal waar, want ik bedoel, iedereen speelt vandaag. En dit was geen inhaalwedstrijd voor ons. Ja, 1 Robio KCVO, die liep er 1 voor. Dus het is gewoon een serie in de wedstrijden. En ik weet dat Vaas Epe gelijk is geworden. Lochem heeft gewonnen, Turkse Kracht waarschijnlijk ook. Dus je loopt niet uit. Alleen er is natuurlijk ook niks aan de hand. Ik bedoel, je blijft hetzelfde aantal punten op Epe houden. Lochem komt 2 punten dichterbij. Maar nogmaals, we hebben nog 12 wedstrijden. Ik had eerder gezegd, en dat verandert niet door deze uitzending. Je moet van week tot week leven en elke wedstrijd proberen te winnen. Het maximaal eruit halen. En dat hebben we vandaag niet gedaan. En valt dan ook af en toe ook wel het woord kampioenschap, omdat je best wel een mooie voorsprong hebt? Valt dat woord dan wel eens? Ja, nou ja, om je heen valt het natuurlijk heel veel. Alleen, we hebben vanaf het begin van het seizoen als groep gezegd van we gaan voor het kampioenschap. En toen we de eerste periode titel halen, ja, dan kun je ook niks meer anders zeggen. En het gaat er niet om dat wij zeggen wij worden kampioen. Nou, dat zit helemaal niet in de groep, dat zit niet in de technische stap. Wij gaan ervoor. En dat is een hele lange weg, hebben we vandaag gezien. Voor ons, voor elke ploeg. Het blijft natuurlijk een prachtige uitdaging om daarom te spelen. En niet te zeggen van een periode of een op 4. Nee, wij gaan gewoon voor het kampioenschap. En daar is een hele lange weg te gaan voor al die ploegen. En ik hoop dat we aan het eind van het jaar ons doel bereikt hebben. Ja. In ieder geval, de ploeg heeft veel veerkracht. Helaas dan ook vandaag een beetje pech. Omdat ook de tegenstander het er niet bij liet zitten. En toch ook probeert in de laatste seconde er nog een doelpunt van te maken. Die valt dan ook. Dat zal je vast niet iedere week toch overkomen? Nee, het heeft ook niks met beleving, met kwaliteit, met vorm te maken. Maar het was vandaag prima. Je scoort er 4 en dan hadden er meer moeten zijn. Aan de andere kant nogmaals, een tegenstander die ons aftroeft met hun eigen wapen. En daar moet je van leren. Daar moet je lering uittrekken dat het niet weer gebeurt. En wat dat betreft, niks aan de hand. En over 2 weken Epe weer een mooi affiche. Is dat dan een sleutelwedstrijd om zo'n ploeg dan definitief achter je te houden?
Nee, dat is weer een wedstrijd voor ons waarin je weer 3 punten wil pakken op weg naar je doel. En dat is nu dan Epe. Maar de 3 punten vandaag of de week erop thuis tegen Heden zijn net zo belangrijk. En nogmaals, hun zullen misschien zo erover denken om dichterbij te kunnen komen. Wij moeten gewoon proberen elke wedstrijd te zien winnen en dan kom je dichtbij. Kortom, er staat een mooie serie te komen en met hopelijk een mooi resultaat. Absoluut, het blijft natuurlijk een prachtige uitdaging als je op die positie staat. En vandaag de teleurstelling en over 2 weken weer een prachtige affiche natuurlijk. Heel goed, dankjewel en succes. Ja, graag gedaan.